Of je nou FIFA, Call of Duty of Candy Crush speelt. Er is bijna niemand die niet gamet. Het is leuk, uitdagend en er is voor ieder wat wils. En daarnaast begint het ook steeds meer een sociale rol te vervullen. Maar anderzijds kennen we ook allemaal het beeld van de gamer die urenlang achter zijn beeldscherm zit en waar je helemaal niks meer van hoort. Wat voor effect heeft gamen eigenlijk op ons welzijn? Wat gebeurt er in ons brein als we gamen? Kunnen games worden ingezet om mentaal welzijn te stimuleren? Daarvoor heb ik eerst even een vraag voor de mensen uit de zaal. Ik zie er nog wat mensen binnenkomen. Als ik even misschien wat licht hier kan krijgen. Hebben we hier gamers in de zaal? Even handen omhoog. Ik zie ongeveer wat twijfelachtige handjes. Dus je hoeft je niet ervoor te schamen, want het is ongeveer de helft. Oké, zijn er mensen die nooit gamen? Ah, dat is ook ongeveer de helft. Nooit gamers. Misschien kennen jullie wel iemand in je omgeving die wel gamet en ben je daarom hier. Of misschien vind je het gewoon leuk om er meer over te leren. Welkom bij deze avond van Radboud Reflex en het Donders Instituut. Ik ben Camiel Hendricks, ik ben vandaag de gespreksleider en ik ben programmamaker bij Radboud Reflex. Ik ben hier vandaag met Ilke Spaak. Hij is neurowetenschapper bij het Donders Instituut en docent Artificial Intelligence op de RU. En Johanneke Weertmeester. Zij is ook docent aan de RU. En daarnaast is ze onderzoekster bij het Games for Emotional and Mental Health Lab. En zij geven jullie een korte lezing en daarna ga ik met hun een half uur in gesprek. En daarna is er nog ruimte voor wat vragen van jullie. Dus dan wens ik jullie heel veel plezier en dan nu het woord aan Ilke Spaak. Dankjewel, Camiel. Heel fijn dat ik hier een praatje mag komen geven over gamen en het brein. Of hoe ik het eigenlijk misschien liever wil formuleren, het brein en gamen. Want ik moet gelijk beginnen met een bekentenis, want mijn onderzoek gaat helemaal niet over gamen, maar wel over het brein. En specifiek over hoe visuele perceptie werkt in het brein. Dus wat ik eigenlijk wil doen is eerst kort een beeld schetsen van hoe het brein in het algemeen werkt. Specifiek hoe visuele perceptie werkt in het brein. En dan ga ik verder dat beeld gebruiken om beter te kunnen uitleggen wat voor effect gamen dan heeft op ons brein. Nou, als we het hebben over visuele perceptie in ons brein, vaak wordt er een parallel getrokken met onze visuele waarneming en een camera. Er wordt gezegd, nou ja, het licht komt binnen, dan wordt het geregistreerd en dan wordt er een natuurgetrouwe afbeelding gemaakt. Maar dat is helemaal niet hoe onze visuele waarneming werkt. Dus dat beeld is volledig fout en dat wil ik van me afwerpen. In plaats daarvan wordt wat wij bewust visueel waarnemen in de wereld voor een belangrijk deel bepaald door hoe het wordt verwerkt door het brein. Dus hoe het brein eigenlijk modelleert wat er in de wereld wel zal gebeuren. En om dat te illustreren heb ik een paar voorbeelden voor jullie. Dit is de eerste. We zien hier een soort van schaakbordpatroon met lichte en donkere vlakjes. En twee vakjes zijn gemarkeerd, een A en een B. En één van die twee is duidelijk donkerder dan de ander, denk ik zo. Dus ik zou aan jullie eigenlijk allemaal willen vragen, welk van de twee denk je dat donkerder is? Wie denkt dat A donkerder is? Ja, dat zijn toch de meeste mensen. Wie denkt dat B donkerder is? Ah, er zijn er een paar, maar de meeste mensen denken A, ik zelf ook. Sterker nog, ik kan niet anders dan zien dat A hier donkerder is. Maar als ik nu dit vakje hier omheen trek van één bepaalde kleur grijs, dan is duidelijk dat A en B exact dezelfde grijstint hebben. En als ik het nu weer weghaal, dan zien jullie gelijk weer dat toch dat A donkerder is dan B. En hoe dat komt doordat je brein gewend is aan dat dingen die in de schaduw vallen, dat die altijd donkerder ogen dan dingen die niet in de schaduw vallen. En dat brein dat compenseert daarvoor, als het ware. Nog een voorbeeld. Hier zien we twee driedimensionale skeletten van kruizen, als het ware. Daar lijkt van alles en nog wat te gebeuren. Denk ik dat iedereen het mee eens zal zijn. Qua beweging, groeien, krimpen, ronddraaien. Maar als je goed gaat meten wat er nou precies gebeurt met die pixels, is dat er helemaal geen beweging in zit. Het enige wat er gebeurt is dat de patronen van licht op die skeletten van kruizen, dat die veranderen. En wij kunnen niet anders dan zien dat dit beweegt,
omdat ons brein dusdanig gewend is aan het feit dat als dat soort lichtpatronen zich voordoen, dan moet dat veroorzaakt worden door beweging. En hier heeft iemand heel handig de beweging eruit weten te slopen, maar de lichtpatronen intact gelaten. En daarom zien wij die beweging zonder dat wij daar zelf een keuze in hebben. Nou, dit soort effecten op hoe ons brein in elkaar zit, van hoe ons brein in elkaar zit op hoe wij de wereld waarnemen, zijn niet alleen beperkt tot dit soort redelijk simpele, lage, direct visuele eigenschappen. Maar die hebben ook vaak te maken met de betekenis van wat er om ons heen gebeurt. En dan hebben we nog één laatste voorbeeld om dat te illustreren. U gaat zo zien een foto, gewoon een afbeelding van een bepaalde scène. En die gaat flikkeren. En elke keer dat die flikkert, verandert er iets in die afbeelding. En het is aan u de taak om goed te kijken wat er nou verandert. Van de ene naar de volgende afbeelding van diezelfde foto. En als u het weet, dan steek de hand in de lucht. Ja, oké. Okay. De meeste nog niet. Het is, ik kan het nu al verklappen, want anders zitten we hier nog over een kwartiertje. Het is de motor van het vliegtuig. Kijk daar maar even naar. Als je het eenmaal ziet, dan kan je niet anders dan dit zien. Dus standaard wordt die verandering zodanig weggefilterd, omdat het eigenlijk gewoon een hele normale foto lijkt in beide instanties. En het lijkt precies dezelfde. Maar nu je eenmaal weet wat de verandering is, kan je ook niet meer anders dan die verandering zien. Dus er is iets veranderd in je brein, waardoor je nu die sequentie van foto's heel anders ziet dan een momentje geleden. Nou, en hoe werkt dat nou precies in het brein? Of ongeveer, moet ik eerder zeggen. Ruwweg wordt onze visuele waarneming als volgt komt die tot stand. Licht komt binnen in het oog. Dan wordt het gestuurd naar de achterkant van het brein. En daar wordt het verwerkt in eerste instantie om bijvoorbeeld randen uit de lichtpatronen te halen. Bijvoorbeeld scheidslijnen tussen licht en donker. Dat patroon van die scheidslijnen tussen licht en donker, dus het beeld van die randen, wordt doorgestuurd naar een ander gebied in het brein dat daar vormen uithaalt. Die vormen op hun beurt worden weer doorgestuurd naar een ander gebied in het brein dat objecten herkent. En die objecten worden weer gebruikt om bijvoorbeeld een scène te herkennen. Nou, dit is de voorwaartse stroom, zoals het gaat van licht, wordt steeds verder geanalyseerd. Nou, wat we weten al vanuit de anatomie is dat die verbindingen in het brein de andere kant op, dat die eigenlijk sterker zijn dan die in de voorwaartse stroom. Dus het gebied dat de objecten herkent, stuurt weer informatie terug naar het gebied dat moet kijken waar zitten de simpele vormen. En een hedendaagse, redelijk populaire theorie over hoe we die wisselwerking tussen voorwaarts en terugwaarts stroom moeten interpreteren is de zogeheten predictive coding theorie. Waarbij die terugwaartse projecties die reflecteren voorspellingen, of eigenlijk wat het brein verwacht dat er gaat komen gegeven de huidige interpretatie van de situatie. Terwijl die voorwaartse stroom is in eerder voorspellingsfouten eigenlijk. Dus als het brein het mis heeft met wat er gaat komen, dan wordt die discrepantie doorgestuurd naar een ander breindeel. Nou, dit was eigenlijk even een hele snelle vogelvlucht overzicht van hoe in ieder geval het visuele systeem in het brein werkt. En dat kan in ieder geval al die voorbeelden die ik net liet zien verklaren. Maar waar komen die voorspellingen, waar komen die nou vandaan? Die komen natuurlijk niet uit het niets. Het brein probeert zich continu aan te passen aan de wereld om maar zo goed mogelijk al die voorspellingen op orde te krijgen. Dus hoe het brein in elkaar zit, waar het optimaal aan is aangepast, dat wordt voor een belangrijk deel bepaald door de omgeving waarin je brein zich continu aan het trainen is. En dat fenomeen dat noemen we neuroplasticiteit. Dus het brein past zich continu aan de omgeving. En dat is een heel veel bestudeerd fenomeen. En dat is ook een vrij welbekend fenomeen. Maar ik zal één studie noemen waarin dit heel expliciet en duidelijk naar voren komt, dat het brein inderdaad heel plastisch is. Dat is een studie uit 2011, waarbij proefpersonen werd gevraagd naar het lab te komen. En dan kregen ze vier tinten groen-blauw te zien. Waarbij mensen normaal gesproken de linker twee sowieso groen zouden noemen en de rechter twee sowieso blauw. Maar ze zaten eigenlijk allemaal ergens tussenin. En wat mensen dan moesten doen is in een paar dagen moesten ze steeds leren dat bepaalde tinten een bepaalde naam hadden. Dus de ene heette Ang, de tweede heette Song, de derde heette Duan en de vierde heette Ken.
Dat betekent voor mij in ieder geval niks, voor u hopelijk ook niet. De proefpersonen waren Chinees, maar ik kan u vertellen, ook in het Chinees zijn dit geen woorden. En omdat mensen zo goed die namen moesten leren voor die verschillende tinten groen-blauw, moesten ze dus ook heel goed het verschil leren zien tussen al die tinten, ook al zaten ze heel dicht bij elkaar. En wat blijkt nu, na maar een paar dagen oefenen, in totaal een uur of twee training, verspreid over meerdere dagen, werden die mensen in de scanner gelegd. Dat hebben ze ook gedaan voor die training. En wat blijkt is dat in het gebied van de visuele cortex, dus het gebied van het brein wat verantwoordelijk is voor het verwerken van kleurinformatie, daar is letterlijk en fysiek het brein gegroeid. Dus het stukje grijze stof, zoals dat heet, wat die voor die kleurverwerking verantwoordelijk is, is groter geworden na die paar dagen training om heel goed blauw van elkaar te kunnen onderscheiden. Dus dat is even ter illustratie dat het brein inderdaad heel plastisch is en zich makkelijk aanpast aan wat voor taken het voorgeschoteld krijgt. Nou, heel mooi, zult u misschien zeggen. We kunnen dus ons brein letterlijk laten groeien. Zolang we maar gewoon goed oefenen. En een groter brein is altijd goed, toch? Want dan worden we slimmer, kunnen we beter ons dagelijks leven leiden, et cetera. Nou, helaas, het werkt helaas niet zo makkelijk. Er is een vrij groot probleem met dit soort dingen waarin je je brein kan trainen. Dat heet het transferprobleem. Of misschien kunnen we het beter noemen, het brein is enigszins kieskeurig. Een voorbeeld bij extreme kieskeurigheid is de volgende taak. En in het algemeen, die kieskeurigheid, die uitzicht erin, dat als je ergens heel erg op gaat trainen, dan word je daar misschien wel beter in, maar vaak word je alleen maar daar beter in. En als redelijk extreem voorbeeld daarin is de volgende taak. Wat je mensen kan laten doen, is je kan ze twee streepjes laten zien, zoals ik hier twee verticale streepjes laat zien. En je kan ze vragen, is de onderste iets naar links of iets naar rechts verschoven ten opzichte van de bovenste? En wie denkt hier dat die naar links is verschoven? Wie denkt naar rechts? Ja, allemaal. Nou, dat is heel mooi, want dit was ook een hele makkelijke. Dus jullie kunnen allemaal heel goed zien wat er op het scherm staat. Dat is heel prettig. Maar mensen die kunnen dit goed trainen. Als je mensen dit heel lang laat doen, dan worden ze op een gegeven moment kunnen ze zo goed worden dat ze een fractie van een millimeter verschil kunnen zien tussen naar links en rechts. Dat kunnen wij allemaal, tenzij we dit ook hebben getraind, kunnen we dit zeker weten niet. Maar wat blijkt nu is in mensen die dit heel goed hebben getraind, als je ze daarna de volgende taak geeft, twee horizontale streepjes, de ene is iets naar boven, de andere is iets naar onder, dan zijn ze net zo goed of net zo slecht eigenlijk als wij daarin. Dus je kan één ding trainen en een ander taakje, wat daar zelfs heel erg op lijkt, kun je helemaal niet beter. Dus we weten dat je brein inderdaad zich aanpast. Het gaat zich echt specialiseren in een bepaalde taak, maar zelfs een taak die heel erg erop lijkt, wordt het niet zoveel beter in. Dat noem ik de kieskeurigheid van het brein als het hier om gaat. Nou, en tegen deze achtergrond, dus we weten een beetje dat het brein zich aanpast naar de wereld om zich heen. We weten dat het voorspellingen maakt en we weten dat het brein een soort van model probeert te maken van de wereld om zich heen en daarin plastisch is, kunnen we gaan kijken naar wat betekent dat nou voor als we gaan gamen. Daarvoor wil ik even inzoomen op twee verschillende aspecten. Aan de ene kant de relatie tussen gamen in het brein en agressie, waar jullie misschien wel eens wat over hebben gehoord in de media. En aan de andere kant, wat recenter en denk ik terecht meer aandacht verdient, is gamen als een cognitieve training. Maar ik begin met gamen en agressie. Er zijn, ik denk, met name van zo'n 20 tot 10 jaar geleden, best wel wat studies geweest die een link meenden aan te tonen tussen het spelen van gewelddadige computergames en daadwerkelijk agressief gedrag vertonen, met name in jongeren. Daar valt het op af te dingen, daar kom ik zo nog op terug. Maar één studie is specifiek gaan inzoomen op wat voor breinmechanismen zou daar nou mogelijk achter kunnen liggen. Wat gebeurt er in het brein als mensen veel specifiek gewelddadige videospelletjes spelen? En deze studie waar ik wat meer details over wil geven, dat was een zogeheten EEG-studie. Dus een studie waarbij je een dergelijke badmuts op krijgt. Ik heb er hier een bij me. En met elektrodes die je kan plakken in die badmuts, kan je de elektrische activiteit van het brein meten. En wat deze onderzoekers nou deden, ik leg hem weer op de grond, hij wil niet meer blijven liggen. Wat deze onderzoekers deden is die EEG meten terwijl proefpersonen plaatjes voorgeschoteld kregen van geweld. Echt geweld, niet geweld in een spelletje, maar echt geweld. Dat was een stuk gewelddadiger dan wat ik hier laat zien op het scherm. Dit is gewoon een voorbeeld, maar dat waren behoorlijk gewelddadige plaatjes. En wat er normaal in het algemeen bij iedereen gebeurt, is dat als je een plaatje ziet, dan ziet de EEG-respons er ongeveer zo uit. Dit is gewoon een kladje van mezelf. Waarbij het belangrijkste is die grote deflectie naar beneden. Dat heet in technische termen de P300. En dat is een soort van index van hoe gevoelig ben je voor wat er op het scherm gebeurt.
In dit specifieke experiment waren het niet zomaar proefpersonen, maar hebben ze mensen getest die zo ofwel veel ervaring hadden met gewelddadige videospelletjes, ofwel mensen die er geen ervaring mee hadden. En die twee groepen werden ook nog weer eens gesplitst in dat de helft van de mensen die ging in het lab een gewelddadig computerspelletje spelen voordat ze deze test gingen doen met die EEG, en de andere helft niet. En de resultaten daarvoor zien er zo uit, waarbij we hier in de grijze curves zien we de EEG-resultaten voor de mensen die weinig ervaring hadden met gewelddadige videospelletjes. En in zwart zie je de resultaten voor de gamers, de gewelddadig spelletjes gamers. En je ziet dat de breinrespons in het EEG voor de mensen die geen ervaring hadden met die gewelddadige computerspelletjes, dat die aanzienlijk sterker was in respons op gewelddadige plaatjes dan de respons in de breinen van de mensen die wel veel gewelddadige spelletjes hebben gespeeld. En daarbij, specifiek in die groep die dus niet veel ervaring had, dat zie je in die onderste twee, de stippellijn en de vaste lijn, de groep die niet veel ervaring had met dat soort spelletjes, maar die toch even een half uurtje had gespeeld in het lab, ook die zag een reductie in de respons van die P300 ten aanzien van de gewelddadige plaatjes. Nou, dit werd door deze onderzoekers onder andere ook weer gelinkt aan een gevolg die het spelen van die gewelddadige spelletjes zou kunnen hebben voor gewelddadig gedrag. Andere onderzoekers hebben dat ook gedaan. Maar hoewel dit breinresultaat waarschijnlijk solide is, geldt voor die gedragsresultaten helaas wat anders. Of ja, helaas, misschien moeten we hier dankbaar voor zijn. Een vrij robuuste meta-analyse van allerlei verschillende onderzoeken die de relatie tussen het spelen van dit soort gewelddadige spelletjes en gewelddadig gedrag hebben onderzocht. Onder in totaal 21.000 jongeren, dat is echt een hele grote steekproef, heeft het bewijs voor die link tussen gamen en agressie eigenlijk volledig onderuit gehaald. Dus hier kunnen we zien dat de kieskeurigheid van het brein eigenlijk heel prettig is. In de context van zo'n gewelddadig spelletje kan je je gedragen als echt een gewelddadige pitbull. Ja, dit is geen pitbull, maar in ieder geval een agressieve hond. Terwijl in het alledaagse leven kun je nog steeds gewoon een hele schattige puppy zijn. Dat was het wat betreft gamen en agressie. Het tweede punt, wat misschien wat vrolijker is, is gamen als een cognitieve training. Veel computerspelletjes vergen veel actie. Dus dit is een wat gameplay van een actie-computerspel. En wat opvalt is dat er heel veel gebeurt. Dus er vliegt van alles en nog wat op je af. Je moet heel veel dingen heel snel in de gaten houden. En je moet als speler ook heel snel kunnen reageren waar ook in je blikveld iets gebeurt. Aan dat aspect aan die actievideospellen heeft ertoe geleid dat mensen serieus zijn gaan onderzoeken of die actievideospellen gevolgen hebben voor hoe goed en hoe snel mensen hun aandacht kunnen richten in het normale, tussen aanhalingstekens, leven. Er zijn heel veel studies naar gedaan, heel veel experimenten, heel veel andere onderzoeken voor gedaan. Ik zal er eentje uitlichten die niet per se de beste is, maar wel een heel invloedrijke studie is geweest. Echt duizenden keren inmiddels geciteerd, en dat is echt heel veel voor de mensen die er geen verstand van hebben. Dit is een experiment waarbij dus het echte visuele aandacht is getoetst, als het ware. Waarbij proefpersonen zo'n display te zien kregen, waarbij even heel snel een stimulus werd geflashed. Dat zien we hier. Dit is het kleine stimulusje, dat kunt u ook zien. Ja, mooi. En daarna kwam er een maskeerdisplay op het scherm, waardoor de taak een stuk moeilijker wordt. En daarna moesten de proefpersonen aangeven in welk van die armen hier dit stipje zich had voorgedaan. En dit experiment hebben deze mensen, Green en Bavillier, hebben dat gedaan in een groepje mensen die veel ervaring had met actievideospelletjes en een groep mensen die daar niet veel ervaring mee had. En wat bleek? De mensen die veel actiespelletjes spelen kunnen dit veel beter aangeven waar dit snelle flitsje is geweest dan de mensen die niet veel actievideospelletjes spelen. Zoals ik al zei, hier valt ook alweer wat op aan te merken. En ook daar kom ik dadelijk alweer op terug. Maar eerst, je zult misschien denken, ja, maar het brein was toch kieskeurig? Ik heb toch eigenlijk net aangegeven dat als je iets leert in één bepaalde context, dan zouden we in het algemeen toch niet verwachten dat we daar wat aan hebben in een andere context. Nou, en dit is waar games misschien wel heel mooi kunnen zijn. En dat is namelijk dat games dit fenomeen van het ontzettend kieskeurige brein enigszins lijken te omzeilen. Hoe kan dat? Eén hypothese, er zijn meerdere hypotheses daarvoor, maar één veelbelovende hypothese waarom games die kieskeurigheid enigszins kunnen omzeilen, is dat games heel direct bezig zijn met de zogeheten beloningscentra in ons brein.
Wat ik hier laat zien in het rood, dat is het zogeheten corpus striatum. En als daar een stofje dopamine in vrijkomt, dan ervaar je beloning, heel ruwweg gezegd. En daarbij, als er dopamine vrijkomt in dat corpus striatum, dan weten we, doordat dit corpus striatum heel veel verbinding heeft met de rest van de hersenschors, dan weten we dat het brein over het algemeen plastischer wordt. Dus als je beloning ervaart, heeft dat gevolgen in je corpus striatum, waardoor je brein zich makkelijker kan aanpassen, of in ieder geval makkelijker en sneller zal aanpassen, aan de omstandigheden waar het zich op dat moment in bevindt. En we weten verder, uit bepaalde onderzoeken, dat wanneer mensen gamen en dat ook echt leuk vinden, dat inderdaad er veel dopamine vrijkomt in dat corpus striatum. Dus misschien doordat games zo intrinsiek gelinkt zijn aan het beloningssysteem van ons brein, kunnen ze die kieskeurigheid van die neuroplasticiteit enigszins omzeilen. En is er misschien toch, ligt er misschien toch een soort van veelbeloofdheid in het verschiet, waardoor games ons met bepaalde dingen beter kunnen helpen. Maar goed, zoals ik al zei, ook hier kleeft een maar aan. Veel van die studies die laten zien dat games positieve gevolgen hebben in hoe snel je aandacht kan richten, et cetera. Dat zijn zogeheten cross-sectionele studies. En een cross-sectionele studie is een studie waarbij je op elk moment gaat kijken, oké, deze groep mensen speelt veel games, deze groep mensen speelt niet veel games. En we gaan ze vergelijken. En dan zie je bijvoorbeeld, wat ik al net liet zien in dat experiment van Green en Bavelet, zie je bijvoorbeeld dat de gamers sneller zijn in het richten van hun aandacht. Maar dat vergt een bepaalde interpretatie van causaliteit. Je neemt nu de interpretatie dat het feit dat ze gamen wel tot gevolg zal hebben dat ze sneller zijn in de aandacht. Maar het kan net zo goed zijn, omdat je ze maar hebt geselecteerd uit de populatie, dat mensen die een hele goede en snelle aandacht hebben, dat die eerder geneigd zijn om actievideospelletjes te spelen, omdat ze daar van nature misschien beter in zijn. Dit soort zorgen kan je ondervangen door een echt experiment te doen, zoals dat heet. Dat je mensen willekeurig de ene een paar maanden laat gamen en de andere een paar maanden niet, bijvoorbeeld. Maar ook daar kleven dat type studies die ook wel zijn gedaan, kleven ook weer wat methodologische nadelen aan. Ik zal ze niet allemaal opnoemen, maar eentje waar het altijd goed is om naar te denken is er mogelijk een placebo-effect aan de hand? Waarbij mensen, omdat ze nu eenmaal zo'n game veel moeten gaan spelen, dan de verwachting krijgen van, oh wacht, ik zit vast in een studie waarbij wordt bestudeerd wat doet gamen. Dus de onderzoekers verwachten vast van mij dat ik nu beter word op een bepaald taakje. Dus daarom zal ik wel beter worden. En dan word je inderdaad ook echt beter. Maar dan is het eerder de verwachting dat je beter zal zijn geworden die dat heeft gedaan, dan dat de game dat heeft gedaan. Dus de verschillende controlecondities die daarbij in aanmerking komen, die moeten altijd heel goed worden uitgeplozen. Dat even als kanttekening voor gamen als cognitieve training. Dan ga ik afronden en samenvattend. Ons brein bepaalt voor een groot deel eigenlijk onze waarneming. Dus niet alleen de wereld die er buiten ons is. Maar ons brein past zich wel continu aan die omgeving aan. Die plasticiteit is redelijk kieskeurig. Dus vaak is het zo dat als je ergens je brein zich op aanpast, dan heeft dat niet per se gevolgen voor andere aspecten van je leven. En daarom is bijvoorbeeld ook de link tussen gamen en agressie heel erg contextgevoelig. Je wordt alleen maar agressief in een game en niet per se erbuiten. Maar soms hebben games ook een contextoverschrijdend effect op het brein. En dat zou kunnen komen doordat ze direct met dat belonings-dopaminesysteem te maken hebben. Maar tegelijkertijd, veel is nog wel onzeker. Dat was mijn verhaal. Hartelijk dank voor uw aandacht. En straks vragen. De storm. Ja, daar zijn we. Nou, goedenavond iedereen. Superleuk dat ik vandaag met jullie mag praten over videogames. Iets waar ik veel tijd mee besteed, zowel persoonlijk, maar ook in mijn professionele leven. We hebben net heel veel gehoord over het verband tussen games en visuele perceptie, dus meer de cognitieve kant. En ik ga het in mijn praatje dus iets meer hebben over de gedragsmatige en de emotionele kant ervan. En voordat ik eigenlijk op games wil inzoomen, wil ik eigenlijk eerst even wat verder uitzoomen.
En namelijk het hebben over spel. Want eigenlijk immers zijn videogames natuurlijk gewoon een vorm van spel. Dan wel digitaal. En als we kijken naar het belang van spel in onze ontwikkeling, dan weten we eigenlijk dat het gewoon een hele belangrijke rol speelt. Jongeren, kinderen, maar ook dieren gebruiken spel om eigenlijk te leren over zichzelf en de wereld om zichzelf heen te ontdekken. En ze, door middel van spel leer je ook heel belangrijke vaardigheden aan. Onder andere zou je kunnen denken aan bijvoorbeeld omgaan met tegenslagen, problemen oplossen. Natuurlijk als je speelt met anderen, dan kan het ook leiden tot betere sociale vaardigheden. Je moet leren hoe je dus met elkaar kan samenwerken, hoe je een ruzie moet oplossen. Door spel leer je dus eigenlijk steeds meer over jezelf, over de wereld en ontwikkel je je beter. En daar hebben vele ontwikkelingspsychologen ook heel veel over geschreven al. Maar spel is natuurlijk iets veranderd over de jaren heen. Iets meer ziet er misschien niet zoveel uit als buitenspelen. Hoewel het nog steeds wel gedaan wordt. Maar spel is ook veel meer verplaatst naar de digitale wereld. En gamen is op dit moment natuurlijk iets heel populairs. Het is populair onder kinderen, maar ook onder volwassenen. Het is dus een bezigheid waar heel veel mensen zich heel vaak dus mee bezighouden. En ondanks het feit dat het eigenlijk dat we het nu vandaag gaan hebben over de effecten van gamen. Eigenlijk als je erover nadenkt, is het best wel lastig om die vraag te beantwoorden. Net werd ook al gevraagd van, zijn hier gamers in de zaal? En toen was het nog eventjes, het duurde even voordat de handen omhoog gingen. Ook als er gevraagd werd, speel je helemaal geen games? Want er is zoveel variatie wat games betreft. De ene game is niet de andere. Hoewel sommige mensen waarschijnlijk heel snel zullen denken aan bijvoorbeeld actiespellen en shootergames. Of bijvoorbeeld Fortnite, omdat ze dat van hun kinderen hebben gehoord, hè, zoals je hier ziet. Of Minecraft, waar je spellen, waar je allerlei hele werelden kan bouwen. Of juist hele grote avontuurlijke spellen die heel groots en meeslepend zijn. Er is zoveel variatie. En er zijn zoveel andere manieren waarop dat dus ook ons kan beïnvloeden. En iedereen heeft ook een andere motivatie om ze te spelen. Er zijn sowieso spellen waar je bijvoorbeeld kan helpen met iemand verhuizen en uitpakken. En dan iets meer over hun leven te weten kan komen. Er zijn spelletjes waarin je positieve berichtjes en brieven naar elkaar kan sturen. Spellen waarin je, Animal Crossing is bijvoorbeeld een hele bekende. Vooral in de coronatijd komen die veel naar boven. Waar je dus eigenlijk een eilandje bouwt. En dat je ook met elkaar op eilanden kan bezoeken. Noem maar op. En er zijn ook spellen die heel veel juist hele mooie emotionele dingen naar boven kunnen brengen en ook het gesprek kunnen starten. Ook wat mentale gezondheid betreft. Er zijn bijvoorbeeld spellen die omgaan met rouwverwerking bijvoorbeeld. Of met gevoelens van depressie en angst. Er is een heel bekend spel bijvoorbeeld, het heet Hellblade. Ik weet niet of mensen daarvan gehoord hebben. Het is een enorm succesvol spel. En de hoofdpersonage daarvan die heeft last van schizofrenie. En eigenlijk stap je een beetje in de huid van iemand die dat dus heeft. En dus wordt het op een hele mooie, fantasierijke manier wordt er dus ook aandacht voor dit soort dingen gevraagd. Dus kort gezegd, er is heel veel variatie. En het is eigenlijk moeilijk om te zeggen, wat is het effect van games op het gedrag van ons? Houdt het ons niet tegen om het toch te proberen en er toch heel veel over te praten. Over het algemeen, als je dus denkt over, gaat het gesprek meestal als het over gamen gaat, over de afgelopen jaren heen, wat dan vaak het eerste was, wat heel vaak omhoog kwam, waren zorgen over negatieve gevolgen van games. Eigenlijk werd er vooral bijvoorbeeld gesproken over, we noemden het net al, de link tussen mogelijk agressief gedrag en gewelddadig spelletjes. Maar ook dat misschien games mogelijk verslavend kunnen zijn. Er zijn best wel veel zorgen. En ook als je dus de media over de laatste jaren heen zou moeten geloven, in eerste instantie, zag je dus ook heel vaak, als je naar de krantenkoppen keek, ging het over verslaving, soms ging het zelfs zo ver om ze te koppelen aan bijvoorbeeld schoolshootings. In Amerika eigenlijk nog steeds, bijna elke keer als er weer een schoolshooting is, dan wordt er gewezen naar games. Want de jongeren die dat gedaan hadden, die speelden ook toevallig heel veel games, dus moet het wel aan de games liggen. Terwijl we hebben net eigenlijk ook al gezien, games zijn zo populair, zo één op één is die relatie eigenlijk bijna niet te zeggen. Maar als je dus zo naar de krantenkoppen zou kijken, dan zou je daar dus wel in moeten geloven bijna.
Wat weten we nou over deze relaties tussen mentaal welzijn en ook met geweld en gamen? Wat zegt de wetenschap daarover? Nou, zoals net ook de vorige spreker ook aangaf, is het over jaren heen ook wel veranderd. In eerste instantie leek er best wel veel bewijs te zijn dat er mogelijk een verband zou kunnen zijn tussen het spelen van gewelddadige games en gewelddadig gedrag. Maar er was in ieder geval qua onderzoeksmethodes ook veel kritiek overgekomen op dat het voornamelijk ook heel erg naar korte termijn effecten keek. Dat het moeilijk was om echt een causaal verband eruit te trekken. Waar we nu eigenlijk op dit moment staan is, nu we steeds meer onderzoeken doen met grotere samples en ook voor langere tijd jongeren ook volgen, lijkt er eigenlijk dus heel weinig bewijs te zijn dat het spelen van gewelddadige games daadwerkelijk een link heeft met gewelddadig gedrag in het echte leven. En eigenlijk zelfs als je puur alleen sec kijkt naar het aantal uren dat mensen spelletjes spelen en of dat verband houdt met mentaal gezondheid, is er eigenlijk weinig bewijs voor dat dat er is. In ieder geval in de recente studies die we hebben. Eigenlijk tegelijkertijd veranderen de vragen ook over de manier waarop we erover hebben. Dus misschien is het niet puur alleen hoeveel games je speelt, maar meer wat voor games je speelt, met welke motivatie je games speelt. Zijn er toch bepaalde jongeren die op een of andere manier gevoeliger zijn voor negatieve effecten, of misschien ook gevoeliger zijn voor positieve effecten ervan? De discussie zowel in de maatschappij, maar ook in de wetenschap is heel erg ongoing. Als je het hebt over wanneer is te veel dan eigenlijk te veel? Zelfs dat zijn ook weer nieuwe ideeën overgekomen. Dus bijvoorbeeld dit is een studie van Schilsky en Weinstein. Die heeft gekeken over het algemeen eigenlijk naar gebruik van schermen. Dus het was niet alleen maar videogames, maar ook bijvoorbeeld televisie kijken, gebruik van smartphones. En als je dan bijvoorbeeld hier kijkt naar de onderkant is zeg maar engagement, dus hoeveel uren ze er mee omgaan. En op de y-as zie je zeg maar mentaal welzijn. En eigenlijk wat deze studie bijvoorbeeld dan zou laten zien, is dat eigenlijk een beetje een aantal uren gamen beter is voor welzijn dan helemaal geen gamen. Maar dat er op een gegeven moment wel een soort een kantelpunt is, waardoor op een gegeven moment het misschien voor sommige kinderen te veel, misschien wel te veel is. Maar zelfs dat zijn we eigenlijk net pas mee begonnen. En ook om te kijken van wat is dan inderdaad gezond en wat is niet gezond. We gaan er steeds meer komen daarover te weten. En als we het hebben over te veel is te veel, dan is ook natuurlijk één ander onderwerp wat we bijna niet kunnen omzeilen is het idee over gameverslaving. Nou, in 2013 werd de Internet Gaming Disorder geïntroduceerd in de DSM. Dat is eigenlijk het handboek wat we in psychiatrie of in psychologie ook gebruiken om bijvoorbeeld bepaalde diagnoses te stellen. En deze werd geïntroduceerd in eerste instantie als iets wat nog verder onderzocht moet worden. Omdat er toch steeds meer personen zich leken aan te melden bij therapie om te zeggen dat ze toch wel problemen ervaarden met gamegedrag. Of dat ouders misschien hun kinderen daarheen stuurden. Maar in ieder geval was het in eerste instantie dus nog iets wat verder onderzocht moest worden. Toen is later, in 2018, is het toch door de World Health Organization ook opgenomen als mentale stoornis in de ICD-11, de International Classification of Disease. En sindsdien is daar ook weer enorme discussie daarover losgebarsten. Het is ook wat het lastig maakt aan of een gameverslaving anders is dan een andere verslaving, is natuurlijk dat het niet een substantie is zoals bijvoorbeeld alcohol of drugsgebruik, maar dat het meer een soort gedrag is. Dat maakt het ook wat lastiger om echt het onderscheid te maken tussen wat is nou normaal gezond gedrag en wanneer is het zeg maar problematisch. Nou, als je dit lijstje zou zien, dit zijn eigenlijk het lijstje van symptomen die je zou moeten hebben om in aanmerking te komen wellicht voor een verslaving. En sommige daarvan, als ik daar nu bijvoorbeeld als naar zou kijken, zoals de eerste, preoccupatie, dominantie van internet, gamen en dagelijks leven. Nou, mijn hele leven, bijna een hele week draait bijna om gamen. Gebruik van internetgames om negatieve stemming te verlichten of aan te ontsnappen. Nou, een hele grote reden waarom heel veel mensen games spelen is om te ontsnappen, om hun stress te verlichten, om te ontspannen. Dus dan heb je eigenlijk al twee van dit hele lijstje waar je dan aan zou voldoen bijvoorbeeld. Dus de vraag blijft dan ook nog steeds, aan de ene kant weten we, er zijn waarschijnlijk een aantal jongeren en een aantal personen die daadwerkelijk echt problemen ervaren met problematisch gamegedrag. Maar je loopt ook wel het risico dat je ook normaal gezond gamegedrag dan misschien bestempelt als iets problematisch, terwijl dat niet zo is. En als we tot nu toe kijken naar de cijfers die we ervoor hebben, daar lijkt een klein percentage in te zijn. Die lijken dus inderdaad problematisch gedrag te laten zien wat game betreft. Waar ze dus voor langdurige tijd er problemen mee hebben. Maar wat dan ook meteen heel duidelijk is of belangrijk is om te noemen, is dat het nooit een op zichzelf staand probleem is. Er is bijna niemand die zich alleen aanmeldt met puur alleen een probleem met gamen.
Maar vaak hebben ze dan ook op andere gebieden al problemen, andere gedragsproblemen, andere emotionele problemen. Ook die het waarschijnlijk voor hun wat lastiger maken om bijvoorbeeld, zoals nou ja, misschien mensen die geen problemen ervaren, eerder het stop te zetten of beter zeg maar hun grenzen aan te geven daarin. Dus het is vaak nooit, het is niet alleen gamen dat het probleem is. En dan is ook natuurlijk de vraag, wat moet je dan aanpakken? Pak je dan het gamen aan? Of is het eigenlijk belangrijker dat je naar de onderliggende problemen kijkt? Dus ja, ook qua verslaving is dus nog, de discussie is nog steeds gaande. En we komen daar steeds meer over te weten, wanneer is het nou verkeerd, wanneer is het nou positief? Maar we gaan natuurlijk niet alleen maar in op de negatieve kanten van games. Want waar ik ook heel veel op in wil gaan, is over wat nou zo mooi is aan games. En waarom mensen het nou zo leuk vinden om te spelen. En waarom we eigenlijk misschien zouden kunnen kijken of we het ook kunnen inzetten voor een goed doel. Nou, wat maakt games zo bijzonder? Nou, als je het vergelijkt met andere vormen van media, bijvoorbeeld film kijken of boeken lezen. In games zijn interactief. Jij bent degene die in de driver's seat zit. Jij hebt de controle over wat er gebeurt. En je ziet ook meteen de consequenties van je gevolgen als je het speelt. Jij speelt de rol. In een film kun je natuurlijk niet beïnvloeden wat er gebeurt. In een spel kun je dat wel doen. Games zijn ook bijzonder motiverend. Ze zijn ook leuk om te spelen. En ze zijn ook vaak zo ontwikkeld dat ze op precies het juiste niveau zitten dat het niet te frustrerend wordt dat je zeg maar helemaal ermee wil stoppen. Wel, sommige games zijn natuurlijk ook expliciet gemaakt om juist lekker frustrerend te zijn. Maar dat ze eigenlijk ook je steeds motiveren om toch dat doorzettingsvermogen te laten zien, om net dat volgende level te halen. En hoewel in eerste instantie vaak het beeld was van dat gamers vooral geïsoleerd zijn, dat het een solitaire activiteit is, zien we eigenlijk dat de meeste games, en vooral de top 10 van de meest succesvolle games op dit moment, zijn eigenlijk allemaal games die je met andere mensen samenspeelt. Dus het is ook een hele sociale activiteit. Daarnaast zijn games heel meeslepend. Het zijn hele mooie omgevingen die eigenlijk ook best wel echt voelen soms als je erin zit. En omdat ze zo echt voelen, kunnen ze ook echte emotionele reacties oproepen. En zou je er ook dus mee kunnen oefenen. Nou, emoties waar je aan zou kunnen denken is aan de ene kant natuurlijk frustratie bijvoorbeeld. Maar ook plezier. Maar ook wat meer gecompliceerde emoties zoals angst. En ook misschien wel verdriet of ook wel het gevoel van verlies. Omdat je een personage waar je een heel lang mee een avontuur hebt beleefd, dat hij overlijdt of dat je misschien ook wel een lichtelijk schuldgevoel hebt over iets wat je hebt gedaan, dat je afvraagt of je wel de goede keuze hebt gemaakt. Het is bijna niet zo dat het helemaal gewoon geen emotionele activiteit is. Het is dus iets wat heel erg heel veel positieve, maar ook wat andere emoties op kan roepen. En als we dan kijken naar wat weten we dan voor het algemeen, als we dan in de wetenschap kijken, van wat weten we dan qua positieve effecten die games kunnen hebben. Nou, hebben bijvoorbeeld Isabel Granick, is de oprichter van ons Games for Emotional Health Lab, is in 2014 eigenlijk een beetje toen als tegenhanger van die hele scala aan onderzoeken wat vooral keek naar de negatieve effecten. Er is een review geschreven over alle verschillende onderzoeken die tot dan toe bekend waren over wat voor positieve effecten er zijn. Nou, cognitieve effecten waren net al genoemd. Dus ruimtelijk inzicht lijkt de verwant tussen te bestaan. Probleemoplossend vermogen. Maar ook bijvoorbeeld sociale vaardigheden. Nou, ik noemde het net al, heel veel games zijn ook heel sociaal. Dus je kan leren samenwerken. Maar ook emotioneel welzijn. Dus door games voelen we ons ook vaak goed. En ze kunnen ook gebruikt worden voor ontspanning. Dus er zijn verschillende aspecten en verschillende positieve kanten aan games die we ook misschien zouden kunnen gebruiken om positieve veranderingen teweeg te brengen. En je ziet dus dat niet alleen in de wetenschap het gesprek verandert, maar ook in de media. En vooral tijdens de coronaperiode zag je echt een hele duidelijke omslag in één keer. Waar dan in eerste instantie misschien ouders zich heel veel zorgen maakten over gamen, zagen ze nu, maar gamen was eigenlijk ook een heel mooie manier voor mijn kind om weer nog steeds sociale contacten te hebben met vrienden. En om eigenlijk samen te spelen, om te ontspannen in tijden van stress. En toen zie je ook weer dat eigenlijk daarna ook langzaamaan daar de discussie ook in de krantenkop en in de media zich ook aanpast aan ook nieuwe bewijzen van wetenschap. En die dus ook steeds meer aandacht laten zien voor ook de positieve kant. Nou, in het lab waarin ik werk, het Games for Emotional Mental Health Lab, hebben we dus vooral zijn we aan het inspelen op die positieve kanten van games om te zien, kunnen we dat gebruiken in therapie en behandeling.
Want het is nou eenmaal zo dat er nog steeds heel veel mensen zijn in het dagelijks leven die last hebben van mentale klachten, zoals depressie, angst. Heel veel jongeren hebben er ook last van. En hoewel er veel verschillende therapieën zijn om deze jongeren en volwassenen te helpen, is het helaas zo dat niet alle therapieën voor iedereen werken. Het lijkt alsof ongeveer de helft van therapieën echt voor lange tijd aansluit en ook echt goede effecten heeft. En daarnaast is nog een ander probleem, vooral bij jongeren, is dat ze soms ook niet de hulp zoeken die ze nodig hebben of niet de hulp krijgen die ze eigenlijk zouden moeten hebben. Dus er is ook best wel een grote drempel om eigenlijk te komen bij behandeling en de hulp te krijgen die je nodig hebt. Nou, hebben we dus in het lab, omdat het voornamelijk ons lab ook ontstond vanuit ontwikkelingspsychologie, zijn we dus gaan kijken vanuit wat weten we van spel in het algemeen, maar ook wat kunnen we nou doen eigenlijk met die positieve aspecten van games. En ook omdat games sowieso al zo populair waren voor kinderen, kunnen we dat dan niet gebruiken om een positieve verandering teweeg te brengen. Voornamelijk als je kijkt naar videogames in vergelijking met bijvoorbeeld een klassieke vorm van behandeling. Nou, aan de ene kant, nou, mensen hebben meer motivatie waarschijnlijk voor het spelen van een game dan voor om naar behandeling te gaan. Dus je zou motivationele aspecten zou je daarvoor in kunnen zetten, zodat mensen meer geneigd zijn om naar therapie te gaan. Tegelijkertijd is het ook een hele mooie oefeningsomgeving. Dus games die kunnen heel mooi kun je oefenen met nieuwe gedragingen. En je kan daar ook voor beloond worden voor bepaalde dingen, zodat je meer geneigd bent om dat te laten zien. Je krijgt ook directe feedback op wat je doet. Je ziet gewoon de gevolgen van je actie. Je kunt eigenlijk in een veilige omgeving kun je daadwerkelijk oefenen. Iets wat in therapie heel lastig is om te doen. Om dat zeg maar echt te oefenen. Daarnaast is het natuurlijk iets vaak ook wel toegankelijker. Dus als we bijvoorbeeld ook aan de coronaperiode denken, waarin het eigenlijk onmogelijk was om veel face-to-face behandeling te doen. Games zou je dus ook gewoon thuis kunnen oefenen. Of in eerste instantie zou je misschien wel naar een therapeut kunnen gaan, maar dan thuis verder kunnen oefenen met spellen. En personalisatie is ook een heel groot voordeel wat games hebben. Waarin het voor therapie best wel lastig is om, je hebt een bepaalde module die je wil afronden. En dat het best lastig is om in te spelen op individuele behoeftes van jongeren. Zijn games tot op zekere hoogte best wel makkelijk om dat adaptief aan te passen aan waar de speler is op dat moment. Ook bijvoorbeeld qua moeilijkheidsgraad. Ze balanceren eigenlijk altijd heel mooi de uitdaging en het niveau waar je bent met de volgende stap. Zodat je niet, nou ja, aan de ene kant dat het te saai wordt, maar aan de andere kant ook niet dat het frustrerend is. En je zou het dus ook heel mogelijk op die manier aan kunnen passen, dat als je gaat oefenen, dat je steeds een stapje het verder neemt. Wat dus ook belangrijk is om nieuwe dingen te leren. Dus ja, dit zouden mogelijke voordelen kunnen zijn van het gebruik van videogames in behandeling. Nou, zal ik een aantal korte voorbeelden geven van games die we hebben gebruikt en ook ontwikkeld getest hebben in het lab. De eerste game die wij die we in samenwerking met games hebben ontwikkeld, maar ook hebben onderzocht, heet Mindlight. Nou, Mindlight was een neurofeedback game. Dat houdt in dat je hier een headset op hebt. En die heeft een elektrode en die zou ontspanning meten. En de manier waarop dat invloed heeft op het spel is, in het spel zit je in een soort spookhuis en het poppetje waar je mee speelt heeft een lampje op zijn hoofd. En hoe rustiger jij bent en hoe meer ontspannen je bent, hoe meer licht je hebt in het spel. Daarnaast word je in het spel ook uitgedaagd om juist actief enge monsters bijvoorbeeld, om daarmee in contact te komen en om die te verslaan en om dit niet uit de weg te gaan. Omdat vermijding, weten dat dat iets is wat juist heel erg belangrijk is om te doorbreken als het om angst gaat. Nou, dat ziet er ongeveer zo uit.
We hebben dus ook onderzoek gedaan natuurlijk naar de effectiviteit van Mindlight. We hebben dat vergeleken met eigenlijk een cognitieve gedragstherapie. Dus echt de gouden standaard die op dat moment er ook was voor behandeling van angst in kinderen. En wat we eigenlijk vonden was dat Mindlight eigenlijk net zo effectief was als die behandeling. En dat is eigenlijk best wel een mooi effect. Dat laat dus inderdaad zien dat we dus ook een andere vorm van therapie aan zou kunnen bieden. Of als aanvulling op bestaande therapieën. Zo hebben we nog veel meer voorbeelden waar ik niet allemaal op ingaan. Wel eventjes snel wil aanduiden. We hebben bijvoorbeeld ook een game die meer gaat over om jongeren te helpen stoppen met roken. Het ziet er bijna meer uit als een soort runner game. Ik weet niet of je bekend bent met Temple Run of Subway Surfer. Zo lijkt het eigenlijk. En op die manier ben je met plaatjes van roken moet je vermijden of je moet dat. En daardoor leer je dus om iets minder op dat soort stimuli in te gaan. Maar we hebben ook games voor volwassenen. Bijvoorbeeld, het is een training dat heet Dust. Heeft te maken met, in dit geval reageert hij op jouw ademhaling en je hartslag. En het is ervoor gemaakt om eigenlijk stress te reguleren in stressvolle omstandigheden. En eigenlijk is het een zombie game. Dus je bent in een garage eigenlijk en je wordt omringd door zombies. En je moet leren dat je sommige zombies wel moet neerschieten en andere niet. De goede beslissingen moet je daar dus eigenlijk in maken op basis van een opdracht die je van tevoren hebt gekregen. Je krijgt dus tijdens, eigenlijk hier ook weer heb je een soort tunnelvisie. En hoe beter je jouw spanning onder controle kan houden, dus je ademhaling en je hartslag in dit geval, hoe beter je eigenlijk, hoe meer zicht je hebt, overzicht in deze situatie. Nou, als laatste is nog Deep, dat is het game waar ik zelf onderzoek naar gedaan heb. Dat is eigenlijk een bijzonder spel, want het is een virtual reality game. Dus je hebt een headset op. En als je die op hebt, dan zit je helemaal 360 graden om je heen. Waar je ook kijkt, zit je in een soort fantasievolle onderwaterwereld. En wat zo bijzonder is aan Deep, is dat je het niet stuurt met een controller of met een toetsenbord, maar met je ademhaling. Dus je draagt een band om je middenrif en er zit een stretch sensor in. En die meet hoe diep je in- en uitademt door je buik. Nou ja, van buikademhalingsoefeningen weten we misschien ook wel van yoga. Weer wellicht wel bekend mee dat een hele effectieve manier is om de spanning en stress naar beneden te halen. En dit is dus de manier waarop je eigenlijk je bestuurt in de game. Dus de manier waarop je vooruit gaat is door middel van ademhaling. En hoe dieper en hoe rustiger dat is, hoe beter je door deze mooie onderwaterwereld kan begeven. En daar hebben we dus ook inderdaad onderzoek naar gedaan. Onder andere met kinderen, met adolescenten, ook in speciaal onderwijs. Maar ook met studenten die al last hadden van angstklachten. En onder andere hebben we dan gevonden dat direct na het spelen van het spel, dat ze minder angst en spanning ervoeren. Maar ook met langere training, dus vaker oefenen ermee, dat het ook op angstsymptomen in het algemeen een positief effect leek te hebben. Nou, als je daar meer over hoort, kun je dus verder mijn proefschrift lezen, dat hier aan de zijkant te zien is. Over het algemeen is er, wat ik ook nog wil noemen hierin, is zo zie je dat er heel veel potentie is in de samenwerking tussen ook game designers, wetenschappers en zorgexperts, om te kijken van kunnen we niet meer samenwerken of we dus games als deze kunnen inzetten om behandeling op een mooiere manier in te zetten en die beter aansluit op de beleefwereld van kinderen. Take home messages. We've reached the end. Spelen is een essentieel onderdeel van onze sociaal-emotionele ontwikkeling. Er komt steeds meer duidelijkheid in de wetenschap over het verband tussen gamen en mentaal welzijn, zowel over de mogelijke risico's als de positieve effecten. Er is een kleine minderheid die problematisch gamegedrag laat zien, maar voor de meerderheid of het algemeen is er weinig bewijs voor dat spelen daadwerkelijk direct een negatief gevolg heeft voor mentaal welzijn, bijvoorbeeld geweld. En dat games eigenlijk een mooie de potentie hebben om ingezet te worden voor therapie en voor positieve gedragsverandering. Als je meer informatie wil hebben over alles wat met games en gedrag te maken hebben, kun je onder andere op de Gemlab website kijken, het lab waar ik in werk. Maar ook bijvoorbeeld het Trimbles Instituut heeft heel veel, ook goed te lezen in normale mensentaal, informatie over games en mentaal welzijn. Mediawijsheid is een goeie. Dit boek van Rachel Coward is een goeie. Die heeft ook een heel leuk YouTube kanaal waarin ze dus ook en korte video's verschillende van dit soort onderwerpen zoals verslaving, agressie, maar ook positieve dingen in een toegankelijke manier uitlegt. En bedankt voor het luisteren. Mm-hmm.
Nou, dank jullie wel voor de mooie twee lezingen. Heel veel informatie hebben we gehoord. Heel veel informatie over gamen. Dus ik begin even met een makkelijke vraag. Gamen jullie zelf ook? Ik hoorde jou al zeggen, in je persoonlijke leven ook veel mee bezig. Ja, nee, ja? Zeker. Ja, het verschilt ook wel een beetje per week. De ene keer ligt aan hoeveel energie ik ervoor heb of wat mijn behoeftes zijn. Maar ik heb door mijn hele leven heen is het eigenlijk altijd wel iets geweest dat ik veel doe. Echt een passie. Ja. Ja? Ik ook. Ja, ik heb het vooral redelijk veel gedaan. Ja? Totdat ik vader werd. Zo'n anderhalf jaar geleden. Toen heb ik er geen tijd meer voor. Behalve, zoals ik vond het leuk dat jij zei, dat ouders merkten dat kinderen heel veel voor hun sociale leven hadden tijdens de coronapandemie aan gamen. Nou, mijn kind had dat toen niet, dat was een paar weken oud. Maar ik zelf wel. Dus ik heb toen ook veel wekelijks game gespeeld. Baldur's Gate, aan groot aanrader, mocht je hem nooit. Ja. Met vrienden. Wel een zacht applaus. Dat is eigenlijk mijn meest recente hele positieve gamer. Okay. Ja. En zijn er in jullie game ervaringen ook vaardigheden die jullie hebben geleerd die jullie ook gebruiken in jullie echte leven? Waar ik het met name voor gebruik is wel ontspanning. Mm-hmm. En tot op een zekere hoogte zijn. Ik heb bijvoorbeeld ook wel gemerkt dat met meer heel spannende games, zoals bijvoorbeeld echt horror games en dat soort dingen. Dat op een gegeven moment, als je dat meer speelt, dat je dan ook denkt, oh, ik heb iets beter onder controle, dat ik gewoon kalm moet blijven en het verder te spelen. Mm. Dus dat is wel iets wat ik daar interessant aan vind. En heb ik verder vaardigheden geleerd. Ik heb wel ook het idee ik heb daar geen NS1-studie naar gedaan, in hoeverre dat echt zo was, maar of wat ruimtelijk inzicht betreft. Ik had altijd zoveel moeite met me oriënteren. En het is nog steeds niet perfect. Maar dat je wel op een gegeven moment iets beter een idee hebt van. Dat je al die maps en je oriënteren daarmee. En het vinden van de juiste weg naar de volgende quest. Ja, heb ik wel het idee dat dat bijgedragen heeft. Maar daar heb ik geen harde bewijzen voor. Ja, dus jouw leven is vanaf nu ook allemaal kleine quests die je moet halen. Sowieso. Maar het is wel interessant dat je dat zegt, dat het een positief effect heeft, die maps. Want ik zou eerder verwachten dat het eigenlijk bijna een negatief effect heeft. Dat je daar, je hebt altijd een fijne minimap. Dat je altijd kan kijken, vogelvluchtperspectief, nou zo en zo, daar moet ik heen. Mm-hmm. Terwijl in het echte leven heb je niet een minimap. Tenzij je Google Maps natuurlijk voor je neus hebt. Ja. Maar jij hebt het gevoel dat het is een positief effect. Ja, het is meer dat ik dan mezelf ook een beetje inbeeld als in natuurlijk die cursus. En dan denk, waar zit alles het opzicht van? Als ik dan denk, de universiteit, dat is zeg maar de main building, zeg maar de main quest. En dan alle dingen eromheen. Ja, het is maar net wat je ervan maakt. Ja. Oké. Okay. Ja, interessant. Want ook wat jij zei, van dat het brein past zich aan. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd is het ook niet dat je kleine vaardigheden die je leert weer kunt vertalen naar de realiteit? Meestal is dat niet zo, nee. Nee. Dus het is eigenlijk dan vooral voor de ontspanning en voor de escape. Is er dan ook. Kijk, want dan ga ik misschien meteen even naar mijn volgende vraag. Want de games die jij beschrijft zijn natuurlijk games die zijn ontwikkeld met een bepaald doel. Maar dat doel is van de games die nu meestal worden gemaakt, is natuurlijk geld. Dus er worden gewoon gigantische games gemaakt. Het doel daarvan is zoveel mogelijk verkopen, zoveel mogelijk spelen. Is dat dan geen gevaar? Dat ze gemaakt zijn met het oog op geld. Ja, daar zit natuurlijk wel een aantal risico's in. Ook als we bijvoorbeeld in dat verslag van het Trimbos waar ik het over had. Daar wordt ook wel genoemd dat bijvoorbeeld nu steeds meer spelletjes ook bijvoorbeeld in-game aankopen hebben. En dat is natuurlijk wel iets waar we wel rekening moeten houden. Ook voornamelijk als ouders. Dat je daarvan bewust bent dat dat gedaan kan worden. En dat je niet zomaar op een knopje kan drukken om een nieuwe outfit te kopen. Zeg maar elke keer als je dat doet. Ja. Dus dat zijn wel natuurlijk van die schemes waar je ook van bewust moet zijn. Dat die erin zitten. Ja, ja. Met wat jij noemt is nog relatief milde. Dat je een outfit kan kopen. Kijk, als je het vaak doet, kost het veel geld. Ja. Maar de lootboxes zijn natuurlijk zeer, zeer kwalijk. Ook omdat er zo'n element van willekeurigheid in zit. Dat je maar wil blijven kopen totdat je het beste zwaard of whatever hebt gekocht. Ja. Voor je €2. Dat is natuurlijk klassiek wat in casino's gebeurt. Ja. Wat eigenlijk verboden zou moeten zijn natuurlijk. Ja. Ja, over dat het zeg maar het voornaamste doel is van ook de gamewereld om zeg maar geld te verdienen. Ik denk ook dat we dat eventueel kunnen hijacken voor het positieve. Want we hebben ook bijvoorbeeld
nou ja, dat, het voorbeeld dat ik noemde van Hellblade bijvoorbeeld. Dat was eigenlijk nou ja, een, best bijzonder dat een best serieus onderwerp nam. Om dat zeg maar een beetje erin te verwerken. En dat is best goed aangeslagen. Hè. Het is heel goed verkocht. Het laat zien dat er interesse in is. En wellicht kunnen we dat ook op die manier een beetje sturen. Ook door bijvoorbeeld steeds meer let's plays. En ook meer streamers die steeds meer erover praten. Over nou ja, dat ze dat appreciëren als er een goed verhaal in games zit. Als er een positieve boodschap ook in zit. En nou ja, zolang je daar aandacht voor weet te vinden, dan gaat het geld daar natuurlijk ook naartoe. Ja. En zou er iets moeten gebeuren dat de grote gamemakers daar ook bijvoorbeeld moeten worden verplicht bijvoorbeeld om zoiets in hun games te verwerken, dat het ook een bepaalde maatschappelijke rol moet hebben? Nou, verplichten zou ik zeker geen voorstander van zijn. Nee, ik denk niet dat je daar. Nee, ik denk niet dat je daar heel veel mee zal bereiken. Je ziet ook, je kan het bijvoorbeeld een parallel trekken met de filmindustrie. Er worden genoeg films gemaakt die heel veel maatschappelijke, artistieke, culturele waarde hebben. Terwijl je hetzelfde argument kan maken dat de meeste films worden gemaakt om geld te verdienen. Dus ik denk, dat de filmindustrie relatief gezond is wat dat betreft. Ja, en ik denk via grote AAA games en zo is het wat lastiger. Maar waar je wel ook mogelijk invloed op kan hebben, bijvoorbeeld ook als, nou ja, misschien de overheid is een groot woord. Maar er zijn bijvoorbeeld ook heel veel indie studio's die vanuit hun eigen artistieke overwegingen, maar ook persoonlijke verhalen vaak erin verwerken. Mm-hmm. Die dus alweer die soort boodschappen vaak eigenlijk zelf al gemotiveerd zijn om dat erin te stoppen. Om die ook meer te ondersteunen om dat soort games meer te kunnen maken. Dat daar meer aandacht en meer ondersteuning voor komt om, nou ja, om dat dit soort games te kunnen maken. Mm-hmm. En commercialisatie is eigenlijk wel grappig, omdat we hebben bijvoorbeeld hier ook, hè, we hebben al verschillende games gemaakt, in principe vanuit wetenschap, maar ook uit therapie. Daar hebben we dan ondersteuning gekregen om dat ook te maken en te ontwikkelen. Maar op het moment dat je dat zeg maar dan de wereld in wil brengen, is dat best een lastige vertaalslag. Ja. Van, zeg maar dat je moet ervoor zorgen dat het niet op de plank blijft verstoffen van een van de universiteit, maar dat er ook aandacht komt en dat er mogelijk is om dat te kopen. Dat stukje is best wel lastig om daar ook soms ondersteuning of funding voor te krijgen. Voor dat laatste stukje van, maar hoe brengen we het dan nu in de handen van zoveel mogelijk mensen? En dat komt denk ik ook soms een beetje omdat, als je natuurlijk ook bij in de wetenschap vaak dan meer hebt over commercialisatie of verdienmodellen, dan wordt dat natuurlijk bijna een beetje als vies woord genoemd. En dat kan natuurlijk wel zijn. Je moet ook zeker weten dat die belangen niet te veel verstrengeld worden. Maar aan de andere kant moet het wel ergens terechtkomen. Dus ik vind dat interessant ook wel dat er, hoewel er steeds meer ondersteuning komt voor de ontwikkeling van dit soort spellen en ook dit soort therapieën die een positief impact kunnen hebben, dat er soms nog een paar stukjes in die schakel missen om dat af te maken. Ja, oké. Ja, interessant. En even iets anders. Bijvoorbeeld dat jij hebt een heel mooi verhaal verteld over hoe het werkt in het brein. Werkt het anders bij verschillende breinen van verschillende leeftijden? Worden bijvoorbeeld die linkjes sneller gelegd als je bijvoorbeeld een kind bent of een jong volwassene of als je ouder wordt? Wordt het dan ook moeilijker om dat te doen? We weten dat niet 100% zeker. Maar er zijn aanwijzingen ervoor dat naarmate je ouder wordt. Misschien moet ik anders framen. We weten eigenlijk dat vanaf dat je echt volwassen bent, en dat is ergens mid-20 zo'n beetje, als je bijna echt volwassen, dan gaat het eigenlijk alleen maar achteruit. In hoe goed en flexibel je bent en hoe goed je dingen nieuw kan leren, hoe goed je dingen kan oppakken, et cetera, et cetera. Maar toch zien we dat oudere mensen tot best wel hoge leeftijd eigenlijk zeer goed kunnen functioneren. En een van de gedachten waarom mensen dat nog steeds zo goed kunnen, is dat ze sterker gaan leunen op alles wat ze al hebben geleerd. Dus dat wordt wat meer versteende kennis, als het ware. Dus je bent minder flexibel, dus je kan je minder snel aanpassen zoals jonge mensen dat kunnen. Maar je hebt zoveel meer kennis al opgebouwd dat je daar een beetje mee kan compenseren. Dus Maar goed, dat weten we dus niet zeker. Maar dit is wel een kansrijke hypothese, Zouden de games van de toekomst ook juist misschien meer gericht kunnen worden op wat? Ja, ik denk als je. Ja, dat is
Ik denk dat er, maar dat weet jij misschien beter, dat er best wel, volgens mij zijn er al best wel wat games om mensen die ouder zijn ook cognitief flexibeler te houden. Ja. En die lijken wel redelijk goed te werken. Ik denk inderdaad, vooral als je dus niet jezelf een weg kan laten vinden op basis van wat je al hebt geleerd, maar dat je dus echt actief nieuwe dingen moet leren in zo'n spel, dat dat mogelijk positieve gevolgen zou kunnen hebben. Ja, ik denk dat ook die markt ook voor ouderen is. Het wordt zo soms een beetje... Games worden in eerste instantie vaak nogal... Het is iets voor kinderen, het is spel, het is iets... Maar eigenlijk, als je het probeert, staan ouderen best wel veel voor open. Zelfs voor dingen als virtual reality. Waarvan je in eerste instantie zou denken, oh ja, daar willen ze niks van weten. Het ligt ook een beetje aan hoe je dat introduceert. Maar ja, er is best wel veel openheid en interesse daar ook voor. En wat je ook net noemde qua... activatie en het verbinden. Ja, er zijn zoveel leuke dingen die je daarmee kan doen. Een mooi voorbeeld, ik weet niet of mensen dat kennen, van tovertafel. Is misschien ook bekend voor. Dat is bijna een soort lichtprojectie op de tafel, waar je dan spelletjes kan doen met blaadjes die je zo kan verbinden. Of muziekjes zitten erin. En ja, dat is eigenlijk iets wat heel mooi is, om zo'n hele vloer van mensen dan weer met elkaar te verbinden en te activeren. En dat laat ook wel zien dat die interesse ook wel is. Maar tegelijkertijd moet je natuurlijk ook zeggen, niet iedereen hoeft per se natuurlijk te gamen. En gamen is ook niet het antwoord op alles. Je moet natuurlijk ze ook bij therapie ook al zeggen, ja, games zouden een mooie oplossing kunnen zijn om in therapie te kunnen gebruiken. Je moet natuurlijk ook wel kijken of het aansluit bij degene die het wil. Dus niet alles hoeft per se het antwoord te zijn. Maar ja, voor sommige mensen zou het waarschijnlijk een mooie oplossing kunnen zijn. En gamers worden vanzelf steeds ouder natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, dus mensen die nu oud zijn, zijn er niet mee opgegroeid. Ja. Maar wij allemaal al wel. Ja, dus dat is denk ik ook wel een deel, heeft dat waarschijnlijk ook wel gezorgd voor deze omslag in hoe de conversatie ook verandert over wat games kunnen doen. Omdat ze er zelf mee zijn opgegroeid. Ja, ja, interessant. En je vertelde ook over de biogames. Zou daar neurologisch nog meer aan zijn? Dat je ook nog andere, behalve je visuele beeld natuurlijk, daaraan linkt. Zou het ook kunnen zijn dat bijvoorbeeld weer ook anders werkt in je brein? Als je ook echt je ademhaling of je beweegt of je loopt ergens heen. Zou dat op die manier ook nog extra effect kunnen hebben? Het feit dat het spel gelinkt is aan een biosignaal, kan dat nog weer een extra neuraal effect hebben, wil jij? Nou, ik weet niet zozeer of het een extra neuraal effect zou hebben. Maar het is, ik denk in ieder geval dat het mogelijk sterker die link exploiteert met dat beloningssysteem. Want als jij ziet dat je wil gewoon die onderwaterwereld zo mooi mogelijk zien en zo goed mogelijk doorzwemmen. Mm-hmm. Als ik neem even aan dat het dan zwemmen is. Mm-hmm. Dan ga je dus extra goed proberen die band aan te spannen. Ik zeg expliciet de band aan het spannen, want ik denk dat mensen ook wel kunnen valsspelen op een of andere manier. Ja. Ik denk dat ze dat waarschijnlijk ook wel zullen doen. Maar als je het natuurlijk helemaal goed in, daar zul je waarschijnlijk wel hoofdpijn van hebben gehad. Maar als je het helemaal goed programmeert, dan kunnen ze het natuurlijk alleen maar zodanig doen dat ze dat kunnen doen door hun ademhaling. En als je dan dus het perfecte gameervaring hebt, alleen maar door je ademhaling helemaal goed vorm te geven, dan heb je dus extra veel beloning. Dus dan geeft dat extra veel reinforcement, zoals dat heet. Dus dan wordt, als het goed is, dat gedrag sterker beloond. Ja. Zo zou ik het zien, denk ik. Ja, ja, wat er ook een kernonderdeel van is, tenminste hoe ik het ook gezien heb, is ook dat puntje van het gevoel van controle. Dus misschien is het soms niet eens zozeer het feit dat je het met je lichaam doet, maar gewoon ook het idee van, hey, ik kan iets doen aan het feit dat ik me gespannen voel. Ik heb daar kracht over. Ik heb daar zelfs over te zeggen, want ik doe dit en ik heb invloed op de wereld om me heen. In het spel zie je dat natuurlijk direct. Hè? Van, als ik iets anders doe met mijn ademhaling, dan verandert de wereld. En dan voel ik me ook in een keer rustiger. Dat gevoel van controle is denk ik ook een heel groot kernonderdeel van waarom dat soort biofeedback games dat gevoel teweeg brengen. Het hoeft nog niet eens zozeer dan te zijn dat je eigenlijk al echt daadwerkelijk je hersenactiviteit of andere dingen al helemaal onder controle hebt of kan veranderen. Maar het gevoel ervan al kan al best wel veel daaraan bijdragen. En ja, wat ook mooi, ik denk vooral de combinatie ook tussen bijvoorbeeld een virtual reality omgeving en biofeedback, is dat je met je hele lichaam daarin zit. En met je hele lichaam beleef je het en oefen je het ook. En het voelt ook echt, als je tegen iets, een muurtje aanbotst, dan voelt het ook alsof je er echt bent. Ja. Dus omdat het ook iets dichter voelt bij de realiteit, is waarschijnlijk ook de kans dat
de transfer effect er wel is, wordt er ook weer vergroot. En dat hebben ze tot op zekere hoogte, lijkt er ook wel bewijs voor te zijn dat games die dat bijvoorbeeld niet hebben, vergelijking bijvoorbeeld van virtuality versus iets wat niet virtuality is, dat in sommige opzichten die transfer dan sterker is in een virtuality omgeving.